Welkom bij deze videoclip over het geloof. Waarom het zo belangrijk is om te geloven. Mijn naam is Annemiek Nu, Anna met twee A's. Ik ben onder andere genezeres. Ik maak mensen happy in het aardse bestaan, op het aardse bestaan. Maar ik kan de mensen ook de weg naar de hemel wijzen. De ervaring geven van God, van licht, de bron, hoe je het maar wil noemen. Waarom het zo belangrijk is om te geloven, is iets waar ik eigenlijk nooit, ja, wat ik nooit heb aangesproken bij mensen. Maar ik had toevallig vandaag een klant voor wie het heel erg belangrijk is om te geloven. Dat staat in haar nu-punten. De nu-punten zijn het allerbeste punten. De houdingen over gevoelens, over werk, over gedachten, over relaties, over je sociale leven, over je mentaliteit, alles staat daarin. Je hoeft nooit meer te twijfelen aan welke richting of welke je op moet gaan of welke houding je zou moeten aannemen als je jouw nu-punten kent. De nu-punten zijn dus astrologische posities die ik voor je kan uitzoeken. Check daarvoor de website. Daar gaat het niet over, maar deze persoon die had heel specifiek in haar nu-punten staan dat het belangrijk is om geloof te hebben. Maar ik geloof, woordspeling, dat het belangrijk voor iedereen is om geloof te hebben. En ik zal het hier uitleggen. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, zelfs voor de meerderheid denk ik dat deze clip niet voor jou is, om voor jullie is. Omdat het best wel... Oh jee, mijn stem slaat er zelfs van over. Omdat het best wel diepgaand is. Als je dit kan pakken, als je hier goed naar kan luisteren, als je dit begrijpt, als je dit misschien nog een paar keer terugluistert, dan kan je die ervaring hebben. Dan kan ik je overdragen wat er achter deze woorden zit. Namelijk dat je al een kind van God bent. En nogmaals, als je het woord God niet leuk vindt, maak er vooral licht, liefde, vrede, vreugde, vrijheid van. Wat maar voor jou ja, het juiste smaakje is. Dat maakt mij niet uit. Ik ga eerst beginnen waarom het zo belangrijk is om te geloven. Omdat wat daar tegenover staat ongeloof is. Het maakt mij niet eens uit wat je gelooft. Als je maar in iets gelooft. Of je nou in God gelooft vanuit het katholicisme. Of in verschillende goden en godinnen gelooft vanuit het hindoeïsme. Of een mengelmoes hebt van allebei. Dat maakt niet uit. Als je maar de regels volgt die gegeven worden door die religie. Dus dat als jij zegt van dit is mijn weg naar God en dit is wat ik volg. Maar dan dus wel heel erg strikt. Dus alles wat je in vorige levens hebt meegemaakt. Geleerd hebt, met betrekking ervaren hebt, met betrekking tot andere religies, andere godsdiensten, die zal je dus allemaal moeten elimineren. Daar zal je dus niet meer mee bezig moeten zijn. Om erachter te komen welke dat zijn, ja, dat vergt heel veel bewustzijn, heel veel eerlijkheid en ja, allicht een aantal sessies. Kom gerust bij me. Ongeloof heeft te maken met angst. En geloof heeft te maken met liefde. Als je helemaal in niets gelooft of datgene niet gelooft dat het beter kan worden. Dat is namelijk, dit is de reden waarom ik dit wil doen. Omdat je in je dagelijkse leven profijt gaat hebben als je gelooft. Want als je niet gelooft, dan kies je eigenlijk elke dag voor angst. En dan angst als een deel van aanvallen. We vallen allemaal mensen aan, we vallen situaties aan. Bijvoorbeeld door te oordelen, door bijvoorbeeld voor onszelf te kiezen, voor onze eigen veiligheid te kiezen. Door bijvoorbeeld te mopperen over het slechte weer. Te mopperen over het weer deze zomer. En ik geef een heel erg klein voorbeeld. En je zal zeggen, het is misschien niet belangrijk, maar het haalt wel je bui naar beneden. Het haalt je welzijn naar beneden. Het haalt je geluk naar beneden. Als je dus kiest voor angst. Als je kiest voor aanvallen. Het veiligstellen van het lichaam is eigenlijk de clue om ongelukkig te zijn. We denken allemaal van dat lichaam. Als dat lichaam maar veilig is. Dat is de basis van het ego. Het lichaam veiligstellen. Maar als je er werkelijk naar kijkt. Is het juist geen veiligheid. Want het komt met allemaal... ja. Dingen op de proppen zetten, wat we achterna kunnen jagen. Misschien gaat het over geld, misschien gaat het over relaties, misschien gaat het over seks, misschien gaat het over een bepaalde hobby. Waar we 10, 20, 30 jaar later achterkomen, ja, dat heeft ons eigenlijk ook niet gelukkig gemaakt. Dus dat ego, dat moet je niet volgen.
Het ego is het lagere zelf en kies er dus voor te denken met het hogere zelf. Ongeloof zegt, jij hebt een lichaam en ik heb een lichaam. Ongeloof zegt, jij bent daar en ik ben hier. Ongeloof zegt, er is geen verbinding. Er is niet automatisch verbinding tussen jou en mij. Jij en ik zijn apart. Dus ik moet kiezen voor mijn dingen. Ik moet mijzelf blijven verdedigen. Ik moet jou dus gaan aanvallen. Ik moet de schuld bij jou neerleggen. Omdat mijn schuldgevoel zo groot is. Ik schaam me zo kapot over alles wat ik heb gedaan. Dat je er eigenlijk altijd op uit bent om die ander te vernietigen. Dit is heel erg extreem uitgelegd. Maar als je in alle eerlijkheid durft te kijken naar het gedrag van het ego, dan zal je zien dat dit waar is. En het is een opluchting. Want als je kan zien wat ongeloof is, wat het lichaam werkelijk is, wat het ego inhoudt, kan je dus voor de andere kant kiezen. Want veel meer dan dat is het niet. Je hebt een denkgeest. Je hebt daar een lagere deel in en een hoger deel in. Waar kies je voor? Je kan elke seconde kan je kiezen. Het hogere zelf is gebaseerd op nu. Wat is er goed nu? Het hogere zelf zegt, het verleden is geweest. Wat is er nu? Dus je kan dan altijd met een open vizier kijken. Je kan altijd met een open vizier dan in alle openheid, in alle eerlijkheid keuzes maken. Ongeloof zegt, ongeloof is gebaseerd op het verleden. Of dat nu is uit vorige levens, of dat je ouders heel erg streng waren, religieus streng waren en dat jij daar zo'n weerstand in hebt dat je dus juist helemaal afgestapt bent van elke vorm van geloof. Maar als je in weerstand bent van je ouders, dan is dat ego. Dat heb je gedaan vanuit ego, vanuit een gevoel van ik wil veilig zijn. Terwijl je pas veilig bent als je gelooft. Want als je gelooft, dan zeg je er is altijd iets waar ik op terug kan vallen. Er is geloof is een cadeau van God, zou je kunnen zeggen. Geloof is deel van liefde. Geloof, deel van waarheid, deel van licht, wat je maar wil zeggen. Geloof wordt heel erg snel verwisseld door kennis. Daarmee bedoel ik dat mensen vaak vergeten dat ze in God geloven door alle regels van die religie te gaan volgen. En sommige regels kloppen gewoon niet meer. Dan gaan mensen te veel waarde hechten aan die kennis. Alleen de kennis, alleen de regels volgen van een religie helpen niet. Je moet er ook echt in geloven. En dat moeten, dat is voor heel veel mensen al heel erg tricky als ik dat zo vertel. Maar je kan niet lief hebben zonder geloof erbij te halen. Zelfs op persoonlijk niveau niet. Als jij geen geloof hebt in iemand, dan kan je daar ook niet volledig van houden. Ongeloof hebben is bijvoorbeeld ook zeggen dat je afgescheiden bent. Wat ik eerder zei, jouw lichaam is er en mijn lichaam is er. Ik ben afgescheiden van jou. Geloof zegt juist van nee. Alles, er is er maar één. Ik wou zeggen, we zijn allemaal één, maar ja, dat kan je niet pakken omdat dat niet waar is. Dat wordt wel heel veel gezegd, maar dat is niet waar. Het is, geloof is iets vrij. Dat als je het hebt over ongeloof, dan zeg je, jij bent schuldig. Dan geloven we in zonde. Maar als we zeggen, ik geloof, dan geloof je dus, dan weet je dus, en dat kan je op een gegeven moment ook dagelijks ervaren, dat alles al vergeven is. Dat alles al losgelaten is. Dat het verleden voorbij is. Dat de pijn uit het verleden voorbij is. En dan kan je dus ook getransformeerd worden. Dan kan je gelukkig worden op dagelijkse basis. Wat we allemaal zeggen is, we zijn zondig. We hebben zonden. Dat is omdat we denken dat we afgescheiden zijn van God. Maar dat is niet zo. Ik zeg wel eens vaak tegen mensen, als je terug naar huis wil, kom bij mij, kom bij Satsang. Of kom voor een healing, haal ik de blokkades, de angst, de pijn en de ongemakken bij je weg, die in de weg staan om bij God te zijn. In het licht te leven.
in vrijheid met een hoofdletter V, in vreugde met een hoofdletter V te leven. Afgescheiden zijn is dus een foutje. Het is een denkfout. Het is niet waar. Als je dat kan herkennen, doordat ik dit nu zeg, als je dit kan erkennen ook, dus dat het helemaal niet erg is dat je dat foutje hebt gemaakt, dan kan het gecorrigeerd worden. Dan kan je gaan geloven. En ik bedoel met geloof dus helemaal niet van dat je de Bijbel moet gaan lezen of wat dan ook. Misschien juist niet. Puur geloof hebben in God. Puur geloof hebben in licht. Puur geloof hebben in vrijheid. Allemaal met hoofdletters. Dat is wat ervoor zorgt dat je je vrij voelt. Dan voel je dat elke dag, elke seconde een cadeau is. Dan kan je dus ook een happy wereld creëren. Omdat je niet meer die ander dan hoeft te veroordelen. Omdat je kan voelen, kan ervaren, omdat je weet dat we allemaal één zijn. Dus als ik op jou mopper, mopper ik ook op mezelf. Dat gaat over mij. Nou, dat weten we bijna allemaal. We kennen allemaal woorden tegenwoordig als projectie en spiegeling. Dit is dus wat het is. We spiegelen elkaar. Ik bedoel daarmee te zeggen, jij projecteert jouw angst, jouw schuldgevoel op een ander, omdat het te veel is bij jou, omdat je te veel hebt meegemaakt vroeger. Nou, kom bij me, haal ik die pijn weg, haal ik die angst weg. Er gebeuren echt wonderen bij mij in de praktijk, hoor. Ja, check de website maar. Je hebt ook helemaal niet veel healingen nodig. Ik was aan het kijken van hoe kan je je ogen verbeteren. Er is een vrouw en die biedt voor €6.000 een jaar lang een cursus aan. Dan kan je, ik geloof 2 weekenden heb je dan of 3 weekenden. En zo eens in de zoveel tijd heb je online heb je contact met haar waarin je geen persoonlijke vragen kan stellen. Dus het is geen 1-op-1 contact, maar altijd vanuit een groep. En dat is €6.000. En dan voel je je ook wel überhaupt beter overal, maar je loopt nog steeds met je pijn en je angst en je ongemak en je klachten rond. Ik kan die weghalen voor de helft, voor een derde van die prijs. In eerste instantie zou je misschien denken, wow, Annemiek is duur, ik ben goed. Daarom staat er veel tegenover, omdat ik uniek ben in hoe ik werk. En je bent veel goedkoper af. En niet alleen heb je alles qua aardse wensen voor elkaar. Je lichaam, je gezondheid, je relaties, je werk, je carrière, je financiën. Maar ik breng je ook naar God. Dat is dus niet waar. Dat wou ik net ook al zeggen. Terug naar huis brengen en naar God brengen is niet waar. Want je bent er al. Het verschil tussen jou en mij is dat ik geboren ben met de kennis dat we dat allemaal al zijn. Ik leef de verlichting, zelf gerealiseerd noemen sommigen dat. Ik heb niet zoveel met die chique woorden daarover. Anyway, geloof gaat over weten dat het leven goed is. En ook leven dat alles goed is. Geloof brengt vrede in je hoofd, want je hoeft je dus niet meer met anderen te bemoeien. Als je gelooft in iets wat groter is dan alles wat er maar hier op aarde en in het hele universum is, dan hoef je dus ook geen oordelen meer te hebben over politieke situaties, over oorlogssituaties. Je hoeft er niet meer over te oordelen. Je hoeft het ook geen licht te geven, want als je licht geeft aan een bepaalde situatie, dan zeg je dus eigenlijk, dit is niet goed. Waarmee ik helemaal niet zeg dat oorlog dus goed is. Dat zeg ik helemaal niet. Maar als je het veroordeelt, heb je oorlog in je hoofd. Maak je het alleen maar erger. Ik kan voelen dat heel veel van jullie dit snappen. Dat jullie dit nu oppakken. En dat is super gaaf. Want als jij vrede in je hoofd hebt, omdat je niet meer oordeelt, omdat je altijd weet, ik geloof in God, ik geloof in licht. Daar wil ik naartoe. Daar wil ik bewust. Ik wil die ervaring hebben van God, van licht, van vreugde, van liefde. Allemaal met hoofdletters. Dan komt de waarheid van jouzelf, over jouzelf, bij je binnen. En die waarheid is, je bent al een kind van God. Je bent al thuis. Je bent al deel van God. En wat er dan gebeurt in je dagelijks leven, is dat je een lieflijk leven hebt. Zoals ik eerder noemde, een happy world om je heen ziet. En zelfs als er dan dingen gebeuren, het lijden is dan weg.
Het lijden is dan weg. En dat kan. Het leven hoeft niet op en neer te gaan. Dat hoeft niet. Ik leef dat al heel lang. Dat niet hoeft. Jij mag kiezen. Elke seconde. Jij mag kiezen. Voor diegenen die de nu-punt al hebben. Dat zijn de honderden ondertussen. Jij mag kiezen. Kies je voor je zuidpunten of kies je voor je noordpunten? En ik weet hoe moeilijk het is. Want ik heb zelf ook noordpunten die voor mij lastig zijn. Die voor jou misschien een makkie zijn. Maar die voor mij lastig zijn. Met zuidpunten bedoel ik punten waarmee je in ongezondheid bent. Blijft in stress blijft. In armoede blijft. In geen welzijn. In ongeluk blijft. Als jij gecorrigeerd wil worden, dan kan dat nu gebeuren. Dat is dus niet per se door mij. Dat is doordat je die beslissing neemt. Ik wil niet meer kiezen voor zonde. Ik wil geen zonde meer in mijn medemens zien. In mijn partner, in mijn kinderen, in mijn ouders, in de wereld. Ik wil het geloof hebben dat we allemaal hetzelfde zijn. Niet qua persoonlijkheid, want we zijn anders. We zijn anders. Maar dat wat hetzelfde is in ons, namelijk licht, liefde, vrede, vreugde, deel van God. We zijn kinderen van God. Als je daar dus op focust, als je daarvoor kiest, dan heb je een verrukkelijke wereld. Dan voel je je altijd gedragen. Je kan ervoor kiezen om jezelf en anderen als zondig te blijven zien. En misschien vind je het woord zondig te groot, weet je. Maar met zondig bedoel ik dat je jezelf mislukt vindt. Dat je je leven mislukt vindt. Je relatie, je werk, je carrière. Dat je jezelf waardeloos vindt. Of dat je jezelf waardeloos vindt op een bepaald gebied. Al is het maar om hoe je eet. Om hoe je snoept. Om hoe je eruit ziet. Om wat voor werk je doet. Om hoe je met mensen omgaat. Zondig zijn is als je heel erg kritisch naar jezelf toe bent. Of heel kritisch bent naar andere mensen toe. Het leeft niet fijn. Het leeft niet fijn. Mensen hebben geen idee vaak dat ze ongelukkig zijn. Mensen durven er niet bij stil te staan. En het ego smult daarvan. Het ego zegt van, oh ja, blijf vooral in dat lagere denken. Bij het hogere denken hoort geloof. Ik probeer je helemaal niet over te halen om bij wat voor godsdienst dan ook te komen. Ik ben zelf niet christelijk. Ik hou van God. Ik heb zelfs God getatoeëerd op mijn hand. Ik hou zelfs van Jezus, maar als symbool voor het hogere zelf. Niet van wat er allemaal over hem in de Bijbel staat. Heel veel verhalen zijn ook wel waar. Dat kan ik voelen vanuit mijn hart. Mijn hart, dat hetzelfde is als jouw hart. Dus als jij gelooft, kan je dat ook gaan voelen. De Jefferson Bible bijvoorbeeld. Daar staat in, president Jefferson, die heeft de Bijbel gelezen. En die zei, nou, dit klopt niet. Wat daar wel van is overgebleven, dat resoneert ook bij mij wat waar is. Maar de meeste mensen die in de Bijbel geschreven hebben, iedereen volgens mij trouwens, nee, de meeste, hebben Jezus nooit ontmoet. En de kerk die heeft 1000 jaar later heel veel verhalen veranderd om maar macht te kunnen hebben. Die heeft van God een boos iemand gemaakt, een kwaad iemand. Iemand die jou in de gaten houdt, iemand die jou kan straffen. Dat is helemaal niet waar. God is liefde. God is perfect. God is goed. God is onveranderlijk. God is eeuwigdurend. En alles wat dat niet is, is niet van God. En dat essentiële deel van jou, wat iedereen kent, iedereen weet dat er licht in hem zit. Al is het maar een vonkje van dat grote vuur. Al is het maar een druppel van die grote oceaan, die oneindige oceaan. Ik zeg grote, maar dat is het niet eens. Jij hoort daarbij, jij bent daar deel van. Geloof. Het zal je bevrijden. Het helpt jou om je niet meer te focussen op dat wat niet meer goed gaat. Wat niet goed gaat in jouw wereld of in de wereld. Dit was mijn uitleg. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En nogmaals, misschien is het interessant voor je om het nog een keertje te gaan bekijken. In elk geval heel veel liefs. Tot de volgende keer. Ciao. En dit zijn videoclips van mij, maar dat raad je al.